ga verhuizen. Rotan Love. Je girl heeft net een bank gekocht. Kut. Ik ga verhuizen. Voor de mensen die mij op Instagram volgen, hadden het al vorige week gehoord dat ik mijn contract heb getekend voor mijn nieuwe appartement. Kom trouwens net uit de douche. Zoals je kan zien, ik heb wel oorbellen ingedaan. Ik woon in september 5 jaar in deze studio. Ja, dat is gewoon 1 ruimte. Alleen de badkamer is dus apart. En het kwam me echt tot hier. Ik was al een enige tijd aan het zoeken naar iets nieuws. Ik denk echt dat ik ongeveer 1 jaar aan het zoeken was. Want ik woon nu in Rotterdam. Het is echt moeilijk om iets te vinden in Rotterdam. Echt moeilijk. Maar we gaan. Ga verhuizen. Ik ga dus wonen in een loft. Je woonkamer, je keuken en zo hebt. En dan boven kan je zeg maar zo naar de slaapkamer lopen. En zit een badkamer in. Een berging. Het is 58 vierkante meter. In deze studio heb ik geen bank. Ik heb geen eettafel. Ik heb een eettafel, maar het is voor 2 personen. Dus ik heb niet echt een grote eettafel. Mijn bureau is mijn eettafel. Dit betekent dat ik op zoek moet gaan naar een bank. Een dressoir, een eettafel, eetstoelen, tv-meubel, bureau. Help. En natuurlijk een bed. Oh mijn god, een bed. Dit bedframe stond hier al toen ik kwam. Dus die moet hier ook blijven. Dus ik moet ook nog een bedframe kopen, een matras. Oh my god. Ik verhuis over 3 weken. Dus dat is best wel snel. Vandaag is echt opruimdag. Inpakdag, spullen brengen naar de kringloopdag, zo'n dag dus. Ik wil jullie toch alvast een sneak peek geven hoe de woning eruit ziet. Oh my god, I'm obsessed. Ik ga waarschijnlijk ook nog wat Pinterest borden met jullie delen. Ja, dat jullie echt een beeld hebben van mijn stijl. Ik denk dat jullie dat echt wel al hebben, maar het is wel leuk om te zien en ook wel inspiratie voor jullie hoe mijn Pinterest er een beetje uitziet. Ik heb eventjes een shirt aangedaan. Want het begint al best wel warm te worden. Ik dacht ik begin vroeg, want het wordt vandaag 26 graden. Dus dat wordt warm. Ik denk eraan om te beginnen bij de kleding. Omdat de kleding echt wel veel is. Ik heb dus dit hele kledingrek. Gaat ook mee in het huis. Hier zitten eigenlijk de kleding op die ik het meeste draag. En daar hebben we nog een kledingkast. En daar draag ik niet zoveel dingen. Dus dat wordt echt sorteren. Ik ga een tas doen voor kringloop. Ik ga een tas doen voor wat ik houd. En wat gewoon echt weg kan. Oh, misschien kan ik ook beter broeken apart. Boventops apart. Ja, goed idee, goed idee. Dit is toch wel echt het mindere gedeelte van verhuizen. Dat zijn dingen inpakken, sorteren, wegdoen. Aan de ene kant is het ook wel heel erg chill, want het voelt gewoon als een nieuwe frisse start. Trouwens, dit is bleek. Bleek. Vind ik jammer, weet je? Dit is echt mijn favoriete legging, maar het is bleek op. Maar ik doe hem ook gewoon nog aan, hoor. Gewoon thuis. En ook met sport, dan keer shit. Maar als het je afroept, dan weet je het.
Het is echt zo ontzettend snel gegaan. Ik had 2 weken geleden de bezichtiging. Een paar dagen daarna kreeg ik hem toegewezen. En toen, een week later, had ik het contract getekend. En nu zijn we hier. Echt bizar. Ben je al jaren aan het zoeken. En dan ineens vind je het dan. Ik geloof sowieso echt dat alles gebeurt voor een reden. En dat het soms gewoon niet, nog niet je tijd is. Leuk. Leuk toppie. Gaat leuk mee. Ik heb echt zoveel zin om het te gaan inrichten. Om er te zijn. Om een bank te kopen. I'm so excited. Het ziet er nu zo uit. Deze 2 tassen gaan mee. Die tas gaat naar de kringloop. Die tas gaat naar de kringloop. En die tas gaat mee. En deze gaat weg. Hier heb ik alles wat ik wil verkopen. Zoals deze blazers. Ga ik nog eventjes hier hangen. En dan ga ik binnenkort een closet sale doen. Ik heb deze prachtige leren jas. En deze heeft mijn moeder vroeger gedragen. Hij is best wel zwaar. Het is echt leer. Mocht iemand hier interesse hebben, hij is zo gaaf. Voor mij net te groot. Laat eventjes weten hieronder. Zo cool. Dit soort jassen zijn echt super duur. Nou, dus mocht een van jullie interesse hebben, ja, DM me op Instagram. Of laat eventjes een reactie achter onder deze video. Ik was net deze totem bag aan het uitsorteren. En ik vind een Coffee Company kaart. Hij is vast helemaal vol. Guess what? Ah! Echt nice. Joe. 6 gratis koffies. Nou ja, gratis. Ik heb dit toen der tijd gekocht. Dus die gaat hier in mijn handtassie. Hallo, welkom op mijn Pinterest-board voor mijn nieuwe huis. Ik heb natuurlijk al wat inspo gedaan. Ik doe al een jaar volgens mij inspo. Het leek me erg leuk om te delen wat voor sfeer ik in mijn huis wil. Voor de mensen die mij al een tijdje kijken, weten wel al een beetje wat mijn stijl is, wat mijn vibe is. This is it! This is it! Ik ga echt voor lichte kleuren. Dus echt beige, rotan, love rotan. En ik wil het ook weer accentueren met wat donkerdere houtkleuren. Dat het wat meer vintage wordt. Ik zou mijn stijl een beetje omschrijven als boho. Ja, boho vintage. Zoals je kan zien zijn de kasten best wel vintage. Ik wil ook echt een vintage dressoir kopen. Het liefst bij de kringloop. Ik weet dat het best wel moeilijk is, maar wie weet. Ik vind zo'n hele grote spiegel ook echt prachtig. Het liefst in het goud. En ik denk dat ik gewoon deze hele tafel ga kopen. Ik vind hem zo mooi. En dit is echt helemaal mijn stijl. Het liefst zou ik alles bij de kringloop willen vinden. Maar bijvoorbeeld de tafel en sowieso de bank wordt niet vintage. Misschien de tafel wel, maar ik wil deze tafel echt al zo lang. I love it. En verder is dit dus een beetje de sfeer. Hetzelfde een beetje bij de slaapkamer. Echt lichte tonen. Echt love rotan. Dit is dit. Oh, zo mooi. Oh ja, ik heb al een heel mooi bureau gezien. Deze van IKEA. En deze weet ik gewoon zeker dat ik hem, dat ik hem wil. Ik vind het ook heel erg leuk. Ik heb zelf ook een zoutlamp. Maar ik vind hem echt perfect. Want hij neemt niet zoveel ruimte in beslag. En het bureau komt gewoon in de woonkamer. Dit was echt helemaal, ik vind het gewoon helemaal geweldig. Het liefst ook met deze stoel erbij. Dit wordt een beetje de vibe. Ik wil het toch eventjes met jullie delen. Ik vind dit gewoon echt prachtig. Met deze gedachte ga ik dus ook meubels shoppen. Ik vind trouwens dit soort stoelen echt heel erg mooi. Vooral als je bijvoorbeeld naar zo'n tafel kijkt, dat je dan dit soort stoelen erbij neemt. Ik moet wel oppassen dat ik niet te veel verschillende kleuren hout ga nemen.
Want anders wordt het gewoon een beetje rommelig, zeg maar. Ik wil het gewoon echt mooi en clean houden. En het liefst dus met zo'n vintage dressoir meubel erbij. Ik wil het dressoir ook als tv-kast gebruiken. Ik weet trouwens nog helemaal niet zeker of ik een tv wil. En dan kan ik ook gelijk al mijn boeken, mijn studieboeken, mijn normale boeken in de tv-kast dus kwijt. Dus dat is top. Terug naar de video. Oké. Ik heb alles in de auto gekregen. Er zijn iets van 7 tassen. Overigens heb ik nou een tas vergeten. Ik heb besloten om de tas niet te gaan halen. Dat geeft me weer een reden om naar een andere kringloop te gaan. Daar nog een tas in te leveren. Ik heb met een vriend van mij afgesproken, Rino. En hij gaat ook toevallig per 1 augustus verhuizen. Dus hij gaat eventjes mee gezellig naar de kringloop. Ik ga dit allemaal afgeven. Deze stoel is zo'n strandstoel. Ga ik eerst nog even afleveren bij een vriendin van mij. Want die had interesse. Nou, helemaal goed, weet je. Ik moet er vanaf. Nou, we gaan. Ik ben in de kringloop. Daar loopt Rino. Say hi. Hi. We staan even bij de lampen. En ik heb natuurlijk nog een lampenkap nodig. Dit zit op de achterkant. Oh. Ja, ja, dat is minder cool. Lelijk wel. Ja, dat is een beetje lelijk. Shit. Ik heb net alles ingeleverd. En it was a lot. Oh, we zijn nu bij de stoelen. Even kijken. Nope. Rino, jij moest toch een kast hebben? Ik weet niet of ik het al had gezegd, maar ik ben bij Opnieuw & Co. In Alexandria. Ook wel cool. Oh, wat leuk. Wat een leuke lampenkap. Nou, dit is wel minder. Nu weg met zo'n vlogger, hè, op stap. Meet in Frans. Meet in Frans? Meet in Frans. Nou, die moeten we hebben. Ja, kut. Waarom is hij nou weer los? Ja, wacht. Ja. Ja, hij zit wel los. Maar als je me stil laat staan. Ja, wat? Staat toch stil? Ik weet het niet, hoor. Nee, ik weet Kijk, het want niet. Als je nu beweegt, hè. Ah, op maar je zee. Hebt geen aardbeving in je huis. Sorry, maar wie zit zo aan zijn land? Niemand. Best wel chic. Dit is meer mijn vibe. Maar dit weer niet. Oké, we hebben even de lamp getest. En it works. Look. En hij geeft me best wel veel licht. Dus die gaat mee. Ja, ik vind het echt cool. En dan bij dat raam. Ja. Vet groot raam. Ja. Ja. We zijn boven. En ik zie deze vet leuke bakjes. En het past ook bij de borden die ik heb. Dat vind ik zo leuk. 50 cent. Ja. Ik had ook deze saladebak gezien. Maar ik wacht wel eventjes. Nou, het is bloed eet, dus we gaan naar beneden. Zo, ik ben weer thuis inmiddels. De lamp zit in de auto. Ik weet gewoon niet hoe we het hebben gedaan, maar het is gelukt. Uiteindelijk heb ik dus nog 3 van deze prachtige bakjes gekocht. Echt love. Love, love, love. En die waren elk 50 cent. Nou, dit was natuurlijk perfect, perfect. Ik ging natuurlijk om alle tassen die hier stonden weg te brengen. En uiteindelijk heb ik er 4... Ja, 4 weggebracht en dan ook nog de stoel bij een vriendin. Dus dat was geslaagd. Ik ben blij. Goedemorgen, lieve mensen. Ik ga vandaag... Sofa Company. Ik ga vandaag naar Sofa Company om mijn bank uit te testen hoe die zit. Oké, ik zet jullie even hier. Ik heb 2 stofstaaltjes besteld. Dit was de eerste optie en deze wilde ik echt al vanaf het begin. En geweldig, amazing. Dit was mijn bank. Toen had ik een stofstaaltje besteld en dat was deze. Het is een hele mooie kleur. Het is eigenlijk precies de kleur die ik in gedachten had. Dus echt dat terracotta kleurtje. Alleen vond ik de feel... Het was op zich zacht. Hij is nice. Maar ik vond de kwaliteit gewoon... Ik voelde deze niet helemaal meer toen ik het stofstaaltje had.
Ervoor had ik een paar stofstaaltjes besteld van de Sofa Company. En ik zal ze wel eventjes laten zien. De eerste was deze. En deze heeft een wat meer rozerige toon. Kijk, zoals je kan zien. En dit is Velour Luxe Rosa. Ik wilde toch kijken hoe deze was. Deze zat er onder andere bij. I loved it. Ik weet dat een vriendinnetje van mij, M.A., heeft deze kleur bank. Precies ook van de Sofa Company. En ik vind het echt een prachtige kleur. En daarnaast had ik nog deze besteld. En ik denk dat jullie het wel al raden, maar I'm obsessed. Ik vond de feel sowieso van Sofa Company heel, heel nice. Ja, ik dacht dus dat het een soort terracotta was. Maar toen ik die van Wehkamp erbij hield, dacht ik, oké, nee, dit is zeker geen terracotta. Dit is echt een beetje een mix tussen bruin cognac-achtig. Hij heet Velour met amber. Dit wordt hem volgens mij gewoon. Ik had in ieder geval toen ik deze zag, dacht ik, wauw. Dit wordt hem. Deze van de Wehkamp kreeg ik dus later. En de feel is zo anders. Ik vind ook, ik weet niet of je het ziet, maar in het echt voel je gewoon een hele andere kwaliteit. Nu heb ik een paar modellen gezien die ik heel erg leuk vond. En ik wil ze eventjes gaan testen. Vandaar er staan er een paar in Rotterdam. Dus daar gaan we vandaag heen. Ik ga zo Jasna ophalen. En gaan we testen. Ik ben zenuwachtig. Want eigenlijk is dit voor nu mijn enige optie qua banken. Ik heb 2 banken gezien. En dit is eigenlijk de enige die ik op dit moment op het oog heb. Dus laten we gaan kijken. Let's pray. Jongens, we zijn gearriveerd bij de Sofa Company. En ik zag hem gelijk al staan. Dankjewel. Dankjewel, Jasna. Kijk dan, wat een beauty. Ik weet niet of het klopt. Kom zitten. Sorry, ik moet. Dit is gewoon zo mooi. Ja, hij is echt geweldig. En dit is zo lekker, hè? Ik kan niet op slapen. Ik kan niet echt op slapen. En dan wil ik ook deze rocker. Klopt de kleur op beeld? Ik denk het wel. Ik zou dan niet dit doen, natuurlijk. Ja. Ja. Maar Nick, ik zei dit. Ja, omdat je mee verhuist, soort van. Dat was een beetje gewoon. Ja, maar jij gaat hier wel vaak op chillen. Ja, dus hij moet ook belangrijk voor jou zijn, weet je. Ja, ga jij nog even zitten. Ja, weet je wat het maakt, deze kussens? Die kussens. Als je er helemaal zo in zit. Klopt. Want dit is op zich best wel hard, maar niet super hard of zo. Maar het is meer van... Nee, dit is echt perfect. Het is perfect. Ja. Ja. Okay. Want dan zakt hij ook niet zo in. Ja, we hebben 1000 keer op deze bank gezeten. Dit is de ruimte. Zie? Mooi. Oh, maar die kleur ook. Ja. En ik wilde even toch nog... Ja, dit is dus exact inderdaad. Exact. Jongens, ik heb de bank gekocht. Jasna ziet haar moeder. Ze ziet jou niet. Je girl heeft net een bank gekocht. Ik heb dus de bank gekocht, de hokker. En er zat dan nog zo'n foam gel. En nog een textiel ding wat je dan zeg maar als je vlek eruit wil. Ik ben blij. Even naar de gamma, want ik heb muurvuller nodig. Een plint voor de badkamer. En ze hebben heel veel seal bij de leenbakker. En de leenbakker zit ernaast. Dus dat ga ik ook eventjes kijken. En ik neem jullie mee natuurlijk. Nou, ik heb alles. Ik vraag me echt af waarom dit 25 euro kostte. Ik heb bubbeltjes plastic voor mijn glazen. Ik heb inpakpapier. Allesvuller voor de huidige studio, zeg maar. En zo'n dingetje. En een plint. En nu ben ik bij de leenbakker en ik ga eventjes kijken. Want ze hadden stoelen in de sale, eetkamerstoelen. En ze hadden ook een kapstok die ik heel leuk vond. Dus daar ga ik eventjes voor kijken. Ik vind dit echt zo leuk om in de badkamer te zetten. En dan je handdoeken erop te doen. Ik zie net deze prachtige ladder. Een andere kleur. Wel iets kleiner, maar oh god, I'm in love.
had dus dit super mooie bankje gezien. En ik dacht eraan om dit dan voor ik mijn bed te zetten. Alleen hij heeft €100. Like, what the hell. Ik vind hem zo mooi. Maar ja, €100. Nou, die laat ik nog maar even. Het is echt een leuk ding bij de Leenbakker. Kut. Oh. Ja, en hoe moet ik nou achteruit zien dan? Weet je, het is allemaal part of it, hè? Part of the huisvlogs. Ik heb er 2 gehaald, want mijn moeder wilde er ook 1. Dus ik heb er 2 gehaald. Dus eentje is dus €30. En ik had van het Pampasgras. En die was €6. Het is altijd wel duur. Maar ik vond ze echt heel mooi. Ze waren heel mooi licht. Love it. Oké, nou, we gaan maar eens naar huis hè, voor de avond.